is een soort van bos gaan we ervan maken. Gaan er allemaal dingen planten, konijntjes kunnen er wonen, molletjes, al dat soort beestjes. Ik heb 2 jaar geleden het idee bedacht om een voedselbos in de wijk aan te planten. Ik ben opgegroeid in een dorp waar ik veel contact had met had ik een hechte vriendengroep. Ik ben vervolgens in de stad gaan wonen en ik begon de natuur te missen, maar ook de gemeenschap, gemeenschapszin te missen. En toen ben ik op internet het onderwerp voedselbos tegengekomen. Toen dacht ik, hey, daar komt alles bij elkaar eigenlijk. De natuur, de mensen en het voedsel. Ja, ik heb het voorgesteld en veel mensen vonden het een leuk idee. Hoe is het om met wijkbewoners iets op te zetten? Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan, dus dat is wel nieuw voor mij, maar is wel heel erg leuk. Dit zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk, dus die zijn allemaal wel echt gemotiveerd om mee te doen. Stevast, als we hier aan de slag zijn, horen we van mensen, lekker bezig en wat goed zo en jullie doen goed werk. En dat zijn eigenlijk de voornaamste reacties die ik op heb gepikt. En vandaag hebben we het voedselbus kunnen openen. Dus 2 weken geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen. Je kunt zien dat de grond flink is omgespit, er is een poel aangelegd. En nu gaan we inzaaien en aan het eind van het jaar komen dan de eerste planten er echt in. Ja, heel spannend. Nou, we stimuleren de wijkinitiatieven omdat we graag willen dat bewoners zelf ook werk maken van hun eigen wijk. Belangrijk voor een aanvraag is dat het met bewoners en door bewoners wordt gedaan. Kijk op de website van de gemeente Leiden. Hoe je dat dan precies moet doen. We zullen even geduld moeten hebben, want het voedselbos is er niet in één keer. Maar langzaamaan verschijnt hier echt een eetbaar paradijsje waar we met z'n allen van kunnen genieten, van kunnen snoepen. En waar kinderen kunnen leren van wat de natuur voort kan brengen.